Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carijn Tukkers en ik leer je alles over bloemenschikken en vandaag gaan we aan de slag met dit mooie frame. Ik heb er weer zin in. Heb je er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Daarmee help je mij ook groeien. Ik zie dat 50% van de kijkers niet geabonneerd is, dus druk eventjes op die abonneerknop. Dan zorg jij ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Er zitten geen kosten aan verbonden. Je krijgt alleen te zien als er weer een leuke video online komt. Dus dat is natuurlijk gewoon super leuk. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Bestellen of wil je het losse frame bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Het complete pakket vind je onder cursuspakketten en de frames staan los onder de frames. Dus dan kan je zelf kijken wat je daaraan wil bestellen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En dat is natuurlijk gewoon super leuk. Dan maak je elke maand kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Ik vind het ook super leuk om te zien wat jullie allemaal hebben gemaakt. Dat kan zijn naar aanleiding van mijn pakketten. Maar je kan ook gewoon zelf een leuk bloemstuk hebben gemaakt waarbij ik je weet te inspireren. En dan mag je dat ook delen. Goed, we gaan nu gauw beginnen. Ik haal jullie even iets dichterbij en dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je ziet heb ik hier twee oase rondjes. Daar doe ik even wat mos omheen. Zodat je aan de zijkant alles al mooi weggewerkt hebt. Je kan er eventueel wat folie onder doen. Maar de houders zijn volgens mij wel waterdicht. Dus ik doe dat nu niet. Maar je kan dat natuurlijk altijd eventjes doen voor de zekerheid. En dat doe ik ook met het andere rondje. Als er mooi strak omheen zit, zet je de houders op het frame. Kijk hoe leuk dit al lijkt. Echt heel tof. En we gaan nu eventjes wat aparts doen. Ik heb hier aspidistra blad en die scheur ik even in verschillende stroken. Dat doe ik gewoon voorzichtig met mijn nagels, maar als je het makkelijker vindt kan je het ook even met een mesje doen. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 stroken gemaakt. Maar is er één meer of één minder, is dat niet zo erg. Dan steek ik de onderkant in het stuk. Een beetje aan de zijkant, aan de buitenzijde. En dan laat ik dit er aan de andere kant weer naartoe lopen. En het leuke is, je kan het ook wel tussen elkaar doorvlechten. Of je doet er wat aan de zijkant. Daarin kan je zelf spelen. En dit doen we ook aan de andere kant met het volgende aspidistra blad. Ik steek hem er eerst eventjes in. Want dan kan je dat ook weer door elkaar vlechten. En daardoor wordt het stuk heel apart. Je kan eventueel zelfs dit al gaan vlechten. En als je het leuk vindt, kan je het ook verwerken. Dat is ook heel leuk. Dat zal ik even laten zien. Dit gewoon door elkaar. Alsof je aan het invlechten bent of weven. Kan ook. En dan zet je dat zo weer vast in het stuk. Maak je het ook heel apart mee. Maar ik doe het zo los. En dan buig ik het weer naar de andere kant. Het is ook heel mooi om het blad een kwartslag te draaien. Dus dat je er een kronkel in maakt. En dan zet je het gewoon even vast met een krammetje. En je kan het ook langs de andere kant doen. Dus je kan het ook op één rondje gelijk houden. Maar je maakt een soort weefwerk in je bloemstuk. Hier doe ik ook een kwartslag. Draai ik en dan zet ik hem gewoon vast met een krammetje. En dan doe ik de andere kant op. Doe er ook wat gewoon recht. Hier draai ik ook een kwartslag. Krijg je er meer een krul in. En je kan er eigenlijk nog een beetje doorheen doen.
Maar je ziet al wat voor apart effect je op deze manier creëert. Eentje sla ik weer terug. Maak wel een boogje in. Dan zit hij hier nog in. Zoals je ziet krijg je dan een heel aparte basis die helemaal niet zo heel moeilijk is om te maken. Maar door te spelen en te draaien krijg je wel dat effect. Dan heb ik mooie zuidwindlelies. Die buig ik ook, of die laat ik wat langer en die buig ik dan naar de andere kant toe. Die zet ik dan daar ook vast. En dit doe ik ook aan de andere kant. Dan heb ik een mooi roosje, die steek ik er wat korter in. Die kan je natuurlijk in eigen kleur aanpassen. Een mooi disteltje. En dat steek ik het ook onderin, zodat je echt die diepte blijft houden in het stuk. En je echt doorheen kan blijven kijken. Dan heb ik nog mooie asparagus. Deze splits ik. Omdat ik hem dan iets fijner erin verwerk. Anders heb je het gelijk zo grof. Dus die doe ik dan gewoon doormidden. Kijk wel even waar je hem afsnijdt. Dat je hem net boven een punt snijdt. Zodat je elk stuk weer kan gebruiken. Prachtig mooi. Kijk dan hoe leuk dit was. Om nog even iets extra kleuren aan te brengen heb ik ook nog mooie lisiantes. Verwerk ik ook gewoon kort. Ik splits de tak op. Afhankelijk van hoeveel knoppen die heeft verdeel je die in een stuk. Ik heb bijvoorbeeld aan deze kant 2 distels en die kant 1 distel. Dat maakt niet uit. Dan heb ik nog mooie scabiosa en craspedia. En deze verwerk ik ook van de ene kant naar de andere kant. En zet ik op dezelfde manier vast. Dus de steel laat ik dan wat langer. Maar die kan je ook prima kort verwerken hoor, wat je zelf het leukst vindt. Maar op deze manier maak je echt dat lijnenspel in het stuk. Heel mooi dat luchtige. Zoals je ziet krijg je heel mooi lijnenspel en is het luchtig. Dit kan je nog even extra versterken door het berengras, omdat het wat fijner is dan de aspidista die we hebben gebruikt. Die steek ik ook van de ene naar de andere kant en die vleg ik er eigenlijk een beetje doorheen. En dit kan je, hiermee kan je echt spelen. Je kan het ook leuk vlechten, dus met 3 alvast een vlecht maken en die er dan weer doorheen laten lopen. De uiteindes kan je vastzetten met een krammetje of je steekt het uiteinde gewoon vast in het stuk. Ik snij dan even de punten eraf. Is vaker sowieso mooier bij berengras. Nou, mocht je graag het vlechtwerk erbij in willen, dan maak je de uiteindes even vast aan een, met een draadje. Dus dan maak je er 3 aan elkaar vast. Doe ik op deze manier en dan vleg je dat gewoon vast van tevoren. En dat kan je natuurlijk zoveel of zo minimalistisch doen als je zelf leuk vindt. Vaak maak ik de uiteinden vast door gewoon even het berengrasje eromheen te doen en om er dan weer doorheen te halen. Dan hoef je niet weer met ijzerdraad te werken. Dan maak je als het ware een knoopje en maak je hem op die manier vast. Nu vind ik de onderkant vrij stijf. Dus ik haal dat nog weer af en dan steek ik hem zo samen in het stuk. En ook die laat ik er weer overheen lopen. Het vlechtwerk geeft altijd wel een heel leuk effect.
Ik maak het dan even weer vast met een krammetje. Ja, en dit kan je eigenlijk zoveel doen als je zelf wil. Maar eigenlijk vind ik hem op deze manier mooi. Want je moet wel een keertje stoppen, omdat je anders die diepte niet meer hebt in het stuk. Dus maak het ook niet te vol. Maar ga er gewoon lekker mee spelen. Dus niks goed of fout. Doe je ding. En ik krijg heel vaak de reactie van, ja, maar ik ben niet zo goed als jij. En dat is niet belangrijk. Het is juist belangrijk dat je je eigen stijl vindt. Dat je gewoon lekker mee aan de slag gaat. Niks is beter of wat dan ook. Ga gewoon lekker creatief hiermee bezig. Goed, dan is dit er weer voor vandaag. Kijk dan wat een mooi apart stuk we dan hebben gemaakt. Niet moeilijk, maar je moet wel even weten hoe je het stap voor stap kan doen. Wil je nou dit bestellen of wil je het frame bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of het frame. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl of vind je het onder kopje cursuspakketten. En dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dan mis je niks van alle leuke video's die komen. En ook als er weer wat nieuwe producten op de website worden toegevoegd, deel ik dat hier op YouTube. Dus dan mis je niks. Superleuk en alle leuke winacties. Dan heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's. Deel het op Facebook of Instagram. Of dat ooit iets met een pakket van mij. Of dat je zelf iets leuks hebt gemaakt. Deel het gewoon. Tag mij. En dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!